Eerst even een kleine ode aan Dick Advocaat. Afgelopen dinsdag moest Feyenoord nog even de resterende 27 minuten van de mistwedstrijd tegen Fortuna Sittard uitspelen voor de KNVB-beker. Precies zo'n avond waarop een topclub altijd sneuvelt. Dat dreigde ook te gebeuren, want het werd een verlenging en Feyenoord speelde slap. Advocaat zag het een tijd lang aan zonder in te grijpen. Tot de rust tussen de eerste en tweede verlenging. Veel tekst had hij eigenlijk niet, maar zijn blik die zei alles. Dick maakte de beslissende 2-1 in de slotminuten natuurlijk niet zelf. Maar ik schrijf die goal graag volledig aan hem toe. De kleine generaal heeft bij Feyenoord het geluk aan zijn kont hangen. Maar dwingt dat ook af. Als spelers wordt gevraagd wat nou zijn belangrijkste kwaliteit is, dan is dat vooral duidelijkheid. Dat lijkt simpel, maar vraag maar aan iedereen bij PSV hoe moeilijk dat is. Daarom zeg ik nu ook graag waar het op staat. Dick moet blijven, tot zijn 80ste. Je hebt tegenwoordig laptoptrainers, dat is de toekomst, tuurlijk. Maar Dick Advocaat kan nog jaren mee. En daarom geef Dickie alsjeblieft een contract. Tot 2028.